Na zo'n 20 minuten spelen ziet coach Mike Vlietstra het volgende. Michiel Gerritsen ligt na een actie zonder bal op de grond en heeft flinke pijn. Het is echt zo'n scheurpijn, alsof er iemand een messen erin zet. Zo'n gevoel geeft dat. En nu is dat minder hoor. Ik heb nu ook alweer even een pijnstilletje gehad. Maar hij is wel wat dik en dat is heel na nu. Gerritsen vreest nu dat de kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd. Hij had namelijk hetzelfde gevoel toen hij vorig seizoen zijn rechterkruisband scheurde. Het was in principe dezelfde beweging zoals ik er vorig jaar op rechts had. Op mijn rechterknie is het nu door mijn linkerknie gegaan. En hetzelfde gekraak, dezelfde beweging eigenlijk en dezelfde pijn nu. Dus dat belooft niet veel goed. Hij doet er zoveel voor en hij heeft er alles voor over. En toen in de perfectie wil hij alles voor elkaar hebben. Ik ken geen sporter die zoveel leeft als hij. En hij krijgt dan dit. Dat is goed. Kloot. Maar ik kan er ook weinig aan doen. Dus eerst maar eens de mensen die daarvoor gestudeerd hebben erna laten kijken. En dan kan Medisch Centrum Zuid weer een hoop geld aan mij verdienen. Ja, dat is ook wel leuk. Zij een opvallend nuchtere Gerritsen die onder applaus van het veld wordt gedragen. Verder was het de wedstrijd van oud-nikker Gerald van Dijk die nu bij Blauw-Wit speelt. En op de bank begon vanwege een liesblessure. Hoe werd je ontvangen hier, vond je? Nou, het was een bijzonder welkom. Even uit? Ik zal je eerlijk vertellen. Ik had het me iets anders voorgesteld. Iets positiever. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn vertrek vorig jaar. Waar wat trammelant aan vooraf ging. In een notendop zijn verhaal. Akkefietje van wiens kant, kun je dat nog iets toelichten? Van mijn kant. Er zat een beetje drank in het spel. En dan denk je niet even helder. Nou ja, goed, en dat is licht uit de hand gelopen. Klopt, er is wat gebeurd in de kantine met wat drank op. En misschien wat een klap te veel. Nou, en daarvan heb ik gezegd, dat kan niet. En de club moest hierin optreden. Heeft dat adequaat gedaan. Kijk, het is ook heel makkelijk om te denken dat zij vertrekt daardoor, hè, dat daarmee te maken heeft in Amsterdam, maar dat is niet het geval. Daarmee is het afgesloten en wil ik het daar verder eigenlijk niet meer over hebben. Prima, want dan kunnen we ons weer concentreren op het korfbal. En dan zien we een goed spelend Nick, met hier een score van Rianne Echten, die in totaal 5 maakte. Ook Ricky Woe gooide er 5 in. Hij was samen met Echten topscorer en speelde een goede wedstrijd. Ja, dankjewel. Ja, you was a good game. In de tweede helft kijkt Michiel Gerritsen toe vanaf de zijkant en hij ziet dat zijn ploeg goed speelt en geen moment echt in gevaar komt. Hier een score van Marije Lundshoff. Zij is dit seizoen nieuw in de basis. Ook de vervanger van Michiel Gerritsen speelt goed, Jort de Necker. Hij moet samen met Friso Bode Gerald van Dijk uit zijn spel halen. Van Dijk die er laat in de tweede helft in kwam. En Bode weet wel hoe hij Van Dijk aan moet pakken. Dat kan door dingen tegen hem te zeggen. Zoals? Als je een zwalbe maakt, hey, Suarez of wat dan ook. Je kunt hem een beetje opgefokt krijgen. En dat lukt aardig. Onder gejuich van het enthousiaste publiek laat Van Dijk zich provoceren. En dat komt hem uiteindelijk ook nog op een gele kaart te staan. Van Dijk maakt dan nog wel 3 doelpunten, maar het mag niet baten voor Blauw-Wit. Want Nick wint overtuigend met 25-21. En dan is het natuurlijk extra leuk om de tegenstander een handje te schudden. Op dat moment wel. Op dat moment wel. Kijk, hè, hij is nu hier weg. En dat is misschien wel vervelend voor in korfballend opzicht. Een goede speler. En nu we van hem winnen, dan is het handje geven wel mooi. Ach, je verliest en dan zit het hoog. En dan ben je niet... Altijd even blij. Zometeen drinken we een pilsje en dan is alles weer prima. En waarom ook niet? Nick wint zo dus de tweede wedstrijd in de Korfbal League. Dus is er vreugde, maar ook nog steeds teleurstelling. Ja, winst en verliezen. Je wint die wedstrijd en je verliest Michiel. Dus dat is een beetje dubbel. Heel blij met de overwinning, maar dit gun je niemand.